Daar zijn we dan weer met de enige echte NEC-update. Ja, de interlandbreak zit erop. Dat was de laatste voor dit kalenderjaar. Dus we kunnen de laatste fase in ook van dit kalenderjaar richting de winterstop met de wedstrijden. Ja, en bij FC Twente gaf trainer Rogier Meijer aan, ja, ook wel even lekker nu om even gewoon aan iets anders te denken dan voetbal, toch? Ja, weet je, als je dan twee dagen vrij hebt, dan is het altijd lekker om even wat anders te doen. Maar ja, helemaal niet denken aan waar we mee bezig zijn, dat is er niet bij. Maar het is wel even lekker om eventjes weg te zijn van de alledaagse praktijken. Ja, was er nog wel even een oefenwedstrijdje tegen Heracles Almelo. Niet gescoord, wat neem je daar aan mee? Ja, er zijn altijd wel een aantal dingen, wat ik al zeg. Je hebt een aantal spelers die wat minder hebben gespeeld. Tegen gewoon een prima tegenstander hebben we de nul gehouden. We hebben een aantal kansen gecreëerd, niet gescoord. Dus ja, als elftal neem je daar wel wat dingen van mee. Maar aan de andere kant is het ook een oefenwedstrijd. Dat is toch altijd iets anders dan de competitie. En dan was er die interlandbreak met ook natuurlijk Jong Oranje, Dirk Proper en Suntje Hansen. Die mochten spelen. En die laatste die maakte zelfs een doelpuntje. Yes, dank u wel. Ja, ik denk wel dat het eigenlijk wel aan moest komen. Een koortje. En ja, voelde lekker. En ik had iets goed te maken, omdat ik had daarvoor een foutje gemaakt. Nou ben je naar NEC gekomen vanuit Ajax om weer meer te spelen. Je wilt het plezier weer terug te krijgen. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Ja, gaat wel goed. Ik heb zeker plezier gepakt, teruggepakt. En ja, het is weer fijn om veel wedstrijden te spelen. En nu gaan we natuurlijk voor 90 minuten en goals en assisten en winnen. Ja, maar hoe ver ben je met die 90 minuten? Zit je daar nu al op dat niveau? Ik denk dat ik wel 90 minuten kan spelen. Ja, kun je ons een beetje vertellen van hoe het komt dat je nog niet aan die 90 minuten... Heeft dat echt gewoon te maken met vorig jaar weinig ritme, blessuregevoelig daarvoor zijn? Ja, klopt. Ik heb denk ik al 3-4 jaar geen 90 minuten gespeeld. En ja, fysiek moest ik echt gaan wennen. En ook mentaal moest ik daar ook echt gaan wennen. Ja, als ik misschien 80 minuten of 60 minuten heb gespeeld, dan gaat het toch misschien wel in mijn hoofd zitten. Of het, als ik moe ben, kan het misschien een risico zijn om door te gaan. Ja, komt er dan angst bij je? Ja, ik denk dat er wel een angst in mijn hoofd kan zitten dat ik daar te veel ga nadenken. Ja, ja dat is iets. Werk je daar binnen de club met iemand aan om dat weg te krijgen, dat gevoel bij? Ja, ik heb een goede band met de fysio Reinier. En ja, hij praat heel veel met mij. Ook mentaal praat hij heel veel met mij. Hoe ik opsta, dat ik denk van, als ik iets te moe ben. En dat ik dan te veel, ik kom vaak op de club en dat zag hij ook. En dan zeg ik tegen mezelf, ik ben echt moe. En dan gaat het natuurlijk, als je zegt van je bent moe, dan gaat het nog meer zitten in je hoofd. En ja, ik had eergisteren een goed gesprek met trainer en performance trainer en fysio. En ja, nu gaan we toch wel pushen om 90 minuten te gaan spelen. Omdat, ja, ik denk de laatste 30 minuten vallen er wel de meeste goals. En kan ik ook mijn assisten mee gaan pikken. Tegenstander deze zondag in de Goffert is Go Ahead. Die komen hier naar Nijmegen toe. Een ploeg die het goed doet. Ja, dat is denk ik de afgelopen jaren altijd geweest. Ja, met veel fysieke kwaliteiten. De manier van spelen die soms iets anders is dan we gewend zijn in Nederland. Maar daar hebben we ook wel goed naar gekeken met elkaar. En nou, daar zijn we wel klaar voor. Ja, ik heb 20 minuten weer echt genoten van jullie bij FC Twente. Hoe kun je dat nou voor zorgen dat je dat nou eens... Nou, een groot deel van de wedstrijd kan spelen. Ja, door dat te blijven benadrukken en door naar op zoek te gaan. En door met elkaar proberen te laten zien, oké, dit is wat we moeten doen. Dit is het voetbal wat we willen spelen. En ook als we de bal niet hebben, proberen druk te blijven zetten, vooruit. Ja, dan kun je ook Twente van je afhouden. Doelpuntenmakers heb je genoeg in de ploeg? Nou ja, we hebben wel laten zien dat we met meerdere mensen meerdere goals kunnen maken. Dus dat is fijn. Maar achterin, het gaat vaak mis. Hoe heb je daar veel over met ze gehad? Zeker na aanloop naar de wedstrijd wie je nu gaat spelen natuurlijk. Nou ja, daar hebben we wel deze week wel aandacht aan besteed. En niet zozeer om Jantje of Pietje daaruit te halen, maar meer als elftal. En je ziet dat we niet heel veel kansen tegenkrijgen, maar de kansen die we tegenkrijgen gaan er wel te makkelijk in. Ja, het lijkt wel een beetje een sleutelpartij te worden. Want of je gaat naar beneden kijken of omhoog kijken.
Ja, ik weet niet of deze wedstrijd bepalend is voor de rest van het seizoen. Maar kijk, als jij stappen wil maken op de ranglijst, dan zul je wel wedstrijden moeten winnen. En dan gelijk spelen helpen daar niet echt bij. Dus ja, zondag is de eerste kans. Nou, doe je dat, dan zit er wel wat moois in, denk ik. Zondagmiddag gaat het hier gebeuren in de Goffert. Dan is dus Go Ahead Eagles de tegenstander. Voorafgaand aan die wedstrijd, belangrijk om ook eventjes te zeggen. NEC die voert een actie. Hè? Elk kind verdient toch een Sinterklaas cadeau. Dus een inzamelingactie. Heb je nog iets liggen thuis dat je zegt van nou dat wordt niet meer gebruikt. Daar kunnen we een ander kind heel gelukkig mee maken. Je kunt het hier inleveren in ieder geval bij NEC. Er is speciaal op de Goffertweide ook iets voor ingericht. Voorafgaand aan die wedstrijd. En anders kun je het nog bij de balie inleveren. Doe dat in ieder geval. En zondag de wedstrijd, kun je er niet bij zijn. Onze collega's van de radio zijn er natuurlijk wel weer bij. Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws via mijn X- en Instagram-account. Natuurlijk ook filmpjes op de TikTok-account nic.update. Daar vind je nog meer interviews. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan.